Proost, jongens. Nou. Welkom weer terug op mijn YouTube channel. Het is weer dinsdag en I'm on your screen. Nou guys, het is weer een nieuwe week, nieuwe dag, nieuwe dagen. Ik neem jullie lekker mee. Momenteel, wat ik nu ga doen. Oh ja, trouwens, voor de nieuwe subscriber, welkom. My name is Gladys. Your big sis, your auntie, your colleague, your colleague. But here, la grande. Welkom, welkom. Ik zag van nieuwe abonnees. I'm so grateful, guys. Welkom. Mijn content is gebaseerd op lifestyle, faith en vlogs. Dus this is what you're gonna get. This is what you're gonna get. Real, real, real life. Dus anyway, ik ben nu onderweg om David op te halen bij mijn moeder. Hij verbleef daar één nachtje. En ik ga hem nu ophalen. En daarna gaan we naar huis. Just mommy life. Ik had gelukkig al gekookt. Ik word gelukkig al gekozen van de weekend. Dus ik heb genoeg gerechten voor deze week. Dat ik me niet hoef te stressen. Like, oh, we gaan eten. Dus kijk mijn vorige vlog, dan ga je begrijpen. Of volg me op mijn Instagram. Op Instagram stories. Ja, no, mijn Instagram stories are cute. Ah, leuk. Ah, gezellig. Je weet het al. Dus volg me op mijn Instagram. Of volg me op mijn Snapchat. Op een van die twee. En ja, daar deel ik gewoon de dagelijkse, de moment wanneer het gelijk gebeurt. Snap je? Dit krijg je natuurlijk, ja, een week daarna. Want ja, ja, dat is al gebeurd. But anyway, zodoende. Dus ik neem jullie gewoon lekker weer mee deze week. Maar god, guys, deze week is Rotten en Villa. I'm crying. Oh my god. I'm gonna be at a Jonathan Gambilla concert. Dus ja, dus deze week gaan we naar Jonathan Gambilla. Oké, okay, met triste. Dus anyway, let's go. Goeiedag allemaal. Welkom weer terug op een nieuwe dag. Het is vandaag een speciale dag in Nederland. Nou, een speciale dag. Ja,
Want het is vandaag stemmen. Stemmen voor de waterschappen en de provinciale. Maar ik zeg je eerlijk. Met de loop van de jaren is mijn interesse in politiek echt verminderd. Want ik weet nog vroeger, bro, ik weet, wanneer er een stemmoment was, ik wist alles. Ik kon je uitleggen waarom je zou stellen, voor wie je zou stemmen. Maar nu, nee, maar politiek is zo kindily. Serieus, echt, op wie moet je nog vertrouwen? Op wie moet je nog bouwen van de politiek? Like, what are they doing? Weet je, what are they doing? De huizenmarkt, verschrikkelijk. Alles wat stijgt, verschrikkelijk. Salaris die zijn gestagneerd, verschrikkelijk. Gewoon dat je denkt van... Life. Dus ik ga gewoon op ChristenUnie stemmen, straks. You know, with God everything is possible. Dus ik stem gewoon op ChristenUnie, weet je. Ik heb altijd op CDA gestemd. PvdA en noem maar op wat dingen. Nee man, stop het mee. Christ only. Dus ja. Ik kan gewoon daarop stemmen. Ik heb me niet eens in verdiept. Gewoon besef gewoon hoe erg het is. Weet je? Gedurende de hele periode is het om eens stil. En dan wanneer het richting de stemdatum gaat. Reclame achter reclame. Als je het niet weet, doe deze test. Na. Skip. Maar weet jij het wel? Nou, je hebt sowieso gestemd, want dit is natuurlijk een week later dat dit wordt uitgezonden. Heb jij gestemd? Ik vind altijd van, weet je, ga gewoon stemmen, want wij hebben de privilege in dit land om überhaupt te stemmen, weet je wel. Wij hebben de privilege om überhaupt onze stem te laten horen. Dan zou ik zeggen, maak er gebruik van. Want in sommige landen, mensen willen dit heel graag. Ik wil heel graag dat het ook legaal gaat. In veel landen kan je stemmen, maar het gaat gewoon illegaal. Weet je, het is altijd gewoon, hoe noem je dat ene woord? Fraude. Dus, corrupties. Mm-hmm. Dus, ik zou zeggen, ga stemmen. Je hebt sowieso al gestemd. Dus dat gaan we straks dan doen. Straks ga ik ook even naar de kledingmaker. Ga ik even een jurk brengen die even vergroot moet worden. Ik hoop echt dat dit kan. Ja, zoals we kunnen zetten. Ik hoop dat het kan, dat het mogelijk is. Want anders moet ik een nieuwe jurk bestellen. En dat wil ik niet. Want deze jurk had ik gekocht. Maar bij mijn... bij mijn dijen, zeg maar. Gaat het niet naar binnen. Het is een beetje strak. Dus als het een beetje open, dan kan ik poep erin. Het is zo'n mooi jurk. Heb ik ooit, ik denk vorig jaar of zo, gekocht. En ik moet er gewoon inpassen, like period. Anyway. Dus dat is het een beetje vandaag. Je hebt het wel gezien beter. Alleen valt het niet op. Gaan we misschien. Zal misschien nog een broodje lekker bij. Nou, we hebben... Ik heb net mijn jurk gebracht, of in ieder geval, wij hebben onze items net gebracht bij de kledingmaker. Ik zit echt te twijfelen hoor, want de item die ik heb gekocht, die prijs. En de prijs dat hij me vraagt om aan te zijn. Bon, bref. Dus ik heb het gevoel dat het duurder is. Ik moet even weer kijken. Maar ik heb het gevoel dat het duurder is. Maar ja, we hebben ondertussendoor nog even lekker kibbeling gehaald. Dus we gaan zo even lekker kibbeling eten met lekker brood en lekker jus d'orange even tussendoor. En dan pas gaan we stemmen. Maar we gaan stemmen. Dus zo verloopt het toch een beetje. David in de back. David is wel moe. Oh, hij is nog wakker. Ik wil dat hij zal slapen. Want het is eigenlijk al zijn tijd voor zijn middagdutje. Dus we straks even gaan eten. Je hebt Elia mak kibbeling. En met een makkelijke shoes. En dan gaat hij even een dutje doen. Ja? Die stem passen natuurlijk. Nou, zo veel liep, hè? Ja, toch? Nou, we hebben... Welke saus is dit ook alweer, babe? Cocktail? Cocktailsaus. Ja, we hebben cocktailsaus genomen. Dat nemen we altijd. Want je hebt keuze uit knoflook, cocktail en ik weet niet wat van de sausen. Maar wij nemen altijd cocktailsaus. Ik ben benieuwd. We hebben nog nooit van deze visboer gegeten. Wij zijn echt van Simone. Simone Haven? Simone. Simonis. Simone is in Den Haag. Dat is echt onze vaste visboer. Dus ben benieuwd. Let's taste it. Nou, we zijn onderweg naar het stembureau. Het is echt achter ons tuin. Letterlijk. In een gymzaal hier zo. Ja, we moeten hier naar binnen.
Hallo fam. Today is the day. Today is a new day. Vandaag is het concert van Jonathan Gambela. Ik ben net wakker. Ik had nachtdienst. Ik heb nachtdienst gehad, dus ik heb ongeveer geslapen tot 12 uur is het nu. 12 uur is het nu. Ja, het is 12 uur. Ik ga me nu klaarmaken, douchen, aankleden. Want de groep waar ik mee ga, die wil nog vooraf even een hapje eten. En het is ook 2 uur rijden. Dus dat is wat we gaan doen. I'm excited. Het is, ik ga straks meer praten hoor. Na rapiditan. Anders ga ik straks achter de tijd aanrennen en ik wil echt rustig mijn tijd nemen. Zodat mijn make-up goed kan intrekken en etcetera. Dus ik ga mezelf douchen. Aankleden. En we get to go. En wat eten natuurlijk. Ik kon niet met de lege maag. Die never. Ja, let's go guys. Laat me muziek zetten. Hop, precies op Spotify. Putting up. Ja. On met rejoint ton gamula. Le temps de choisir. We zijn klaar, guys. Ik wil even onder oorbellen gaan. En we get to go, guys. Deze jumpsuit die ik aan heb is live. I'm telling you, like, you know what I mean? Mama! I really love the jumpsuit. Oh my god. Oh my god. Let me show you my jumpsuit. Who can see? But guys, this is it. Hij is zo nice. Hij is echt nice. Ik ga je niet liegen. Hij is echt nice. Het heeft wijde pijpen. Gewoon normale pijpen. I really like. Ah, mijn god. Wie is dat? Ka! Nee, deze jumpsuit is echt nice. Hij is van de Zara. Shout out naar Zara. Hey, Zara Magazine, nou, vraiment. Wanna echt. Weet je niet wat je moet kopen voor mijn verjaardag? Ik geef me gewoon een cadeaubon van Zara. Dan zit je zo goed. Nee, hij is echt nice. Ik vind die bien. Guys, besef hè. Dit is een XXL. Een XXL. Ik snap Zara de laatste tijd echt niet. Zara, ik zie naar maat XXL. Maar ja, we love. We gaan gewoon zo. Ik ga sneakers eronder aan doen. Even kijken. Ik ga deze sneakers aandoen met Jordans toch? Air Jordans die ik ooit van mijn broertje heb gekregen. En dan met deze tas erbij. Dus dat gaan we even doen. En dan kunnen we pleiten, jongen. Nou guys, we zijn aangekomen in België. We gaan eerst even ergens eten bij een restaurant genaamd Luna. Wat is een beetje Afro restaurant Luna. Dus het was een rit. Oh mijn god, I'm tired. Dus het is daar. Nou, ze wil ook een beeld. Het is daar, so go, let's go eat. Kom lekker, toch? Kom lang. Poulet mayo toch? Dit is poulet mayo.
mayon, de squanga, de sintabam en het is plantain, makimba. We hebben allemaal gewoon het zelf genomen, we wachten nog op het drinken. Jongens, we zijn aangekomen. Ik kan je zeggen, de rij is behoorlijk. De rij is behoorlijk. We gaan hier even wachten. En dan gaan we zo naar binnen. De rij is heavy. Thuis aangekomen. Kan je zien dat ik moe ben? Ik ben thuis aangekomen, guys. Die Jonathan Gambela, he knows how to give a show. Like, it was so amazing. Het was echt geweldig. Ik kan mezelf ook niet eens meer herinneren wanneer de laatste keer ik überhaupt naar een concert was geweest. Dus de vibe en het feit dat ik gewoon front row was, like, period. It was just amazing. Echt. Gods aanwezigheid was sterk aanwezig, echt. Oh, God zegen deze man. Echt zijn talent. The gift that he has, what he's doing with it, is just amazing, mind-blowing. Dus ik ga de vlog hier ook bij eindigen, jongens. Ja, guys, de vlog is tot zijn einde gekomen. Onze secret emoji van deze week is een microfoon. Dare to speak out what the Lord has put inside of you. Dare to speak. Dus put a secret emoji. Onze microfoon in de comment. And then I will know again you have watched till the end. Yes, dear. Ik ga naar binnen. Het is 2:00 s'nachts. I'm tired. Ik zie jullie de volgende week. Vergeet niet. Subscribe, like, share, comment. You know, do your thing. What you need to do. You know. En ik zie jullie weer volgende week, guys. Doei. Daar zit geen app voor. Je moet er eentje downloaden wanneer je niet in de auto zit. Moza Songi Songi, een serie. Oh, doei.